VV Bennekom TV wordt mede mogelijk gemaakt door Jillis Baggerman Makelaardij en Estate, Hypotheken en Verzekeringen. Goed. Kort naar de wedstrijd. Bennekom, meneer SCC Putten, Bennekom. Verliezen weer met 2-0. Martin Mol, jij als assistenttrainer, vandaag op de bank gezeten. Wat een verschil hier is in de tweede helft. Ja, dan zeg je het denk ik precies goed, ja. Want, we begonnen zelfs, vond ik, de tweede helft nog wel aardig. Mensen gingen door zoals we de eerste helft speelden. Alleen ja, na die 1-0 dan zie je het echt als katerhuis in elkaar klappen. Voetbal totaal eruit. We liepen met twee linies te voetballen. De meest simpele ballen kwamen niet meer aan. Ja. Zeg jij het maar. Hoe kan zoiets? Ik snap best, als we, er valt een beetje een vreemde tegendoelpunt. Hè. We komen met 1-0 achter. Maar daarna is het ook echt helemaal geen schim meer van wat we waren. Nee, dat is het ja. Ik nogmaals onverklaarbaar. Die jongens die zeggen het zelf ook in de kleedkamer, maar ja, het gebeurt wel en ja, misschien is het de positie waar we staan dat het even tegen zit. Maar ja, je hoopt naar die twee overwinningen die we behaald hebben, dat je eigenlijk de lijn door kan zetten. Je kunt voorheen niet echt een vuist maken. Hè? Jij als ex-spits van Bennekom 1, denk ik, ben misschien wel aangetrokken als een spitsentrainer, maar je krijgt ze niet echt aan het scoren, hè? Nee, maar ja, dan mis je natuurlijk een Roy, je mist Siemen, dus ja, je speelt uiteindelijk maar met Kevin als enige spits. En dan proberen we op een ander, ja, die stond totaal op een eiland, die stond heel geïsoleerd. En probeer je met Luc nog iets te brengen qua kracht en qua kopkracht, maar ja, nogmaals, dan moeten die ballen ook wel komen. En zelfs dat gebeurde niet meer, dus ja, dan wordt het heel lastig. Tweede helft wordt er gewisseld, Luc Kipmulder gaat eruit, geblesseerd of was dat een... Hij is de hele week ziek geweest. En we waren, ik vind wel, het is op het moment als het hier afgaat, dat zie je. Dan verdwijnt er wel iets. Maar ja, die was na een uur gewoon op. Ja. Dus dan kun je ook niet verwachten dat hij blijft staan. Die heeft griep gehad, dus dat was de reden. Hoe krijg je die mannetjes weer met de neus de goede kant op en toch wel weer aan het winnen gaan? Want we staan toch eigenlijk veel te laag van waar we nu staan? Of is het de plek waar we vrede mee moeten hebben? Nee, absoluut niet. En dat weet iedereen ook. En kijk, dit is van de wedstrijd nummer 8. Dus we hebben 5 punten, klopt. En er staan ook een aantal clubs in de buurt. En het is ook niet zo dat we er niks meer van kunnen. We hebben het tegen Nijkerk laten zien, we hebben het tegen ONA laten zien. Nou, vandaag hebben we het een uur lang laten zien. Dus volgende week pakken we het gewoon weer op tegen VVA. Ja. Hey, en de hoofdtrainer, jij bent natuurlijk van tweede doorgeschoven als assistent nu. Of tenminste, je doet het samen met Ronald. Ja. Ze zijn natuurlijk, en Johan niet te vergeten. Er moet weer een nieuwe hoofdtrainer komen. Is daar al wat over bekend? Nee, daar heb ik niet zo over gehoord. Echt niet? Nee, absoluut niet. Nee, nee. En dan ga je gelijk weer terug naar tweede? Dan is volgens mij de afspraak dat ik weer terugval, want dan zal Ronald weer in zijn oude rol terechtkomen en ik in de mijne. Dus dat is in ieder geval in de hoofdlijn afgesproken. Ja, ik weet wel, ja. En waar liggen jouw ambities voor als ik naar de toekomst ga kijken? Nou, deze rol die vul ik nou voor de tweede keer in en ik vind het wel leuk om bij zo'n groep te lopen. Ja. Dus op zich, maar ja, ik schrik me ook heel makkelijk weer als ik op het moment als ik terugval naar twee, hoor. Dus daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar de mol nog een keer met de eerste is niet ondenkbaar. Nee, ik zeg nooit nee. Oké, nou goed. Nou ja, probeer de team weer bij elkaar te vegen en laten we opkijken de volgende week. Dan moeten we thuis maar weer wagen maken. Gaan we zeker doen. Dankjewel, Martin.